Clarity. Wat bedoel ik met clarity? Helderheid. Dat je veel meer focus hebt en dat je veel meer gedaan krijgt en veel relaxter bent. En dat je ook weer indirect een stuk gelukkiger wordt. Nou, wanneer je meer helderheid wil hebben, is heel belangrijk om planning te maken. Om een juiste planning te maken. Dus wat je moet gaan doen, elke dag, aan het eind van je werkdag, maak je een planning van morgen. Kost je 5 minuten tijd, 10 minuten tijd aan het eind van je werkdag. Maar stop niet eerder met werken voordat je de planning van morgen hebt gemaakt. Waarom? Als je 's avonds thuis komt, weet je precies wat je morgen moet gaan doen. Je hoeft er niet meer over na te denken van, oh, wat moet ik nou morgen allemaal doen? Dat kost een hele hoop energie. Daar moet je gewoon constant bij nadenken. En dat zorgt er ook weer voor dat je niet helemaal helder bent. Maar als je aan het eind van je werkdag gewoon even de to-do-lijst opstelt voor morgen. Oké, morgen ga ik dit en dit en dit doen. Dat geeft je heel veel rust. Slaap je ook beter van. Daarnaast is het gigantisch belangrijk dat... Nou, ik sta versteld van hoeveel mensen 's ochtends naar hun werk gaan en geen idee hebben van, nou, even kijken wat ik vandaag allemaal ga doen. Dus die beginnen de werkdag met het openen van de e-mail. Vervolgens leidt het een tot het ander en zul je zien dat veel mensen niet productief zijn. Maar als jij aan het eind van de dag je planning hebt gemaakt voor morgen, dan begin jij de ochtend met de planning waarin ook duidelijk aan staat gegeven van oké, wat ga ik als eerste doen? En vervolgens, als je dat direct gaat aftikken, zul je zien dat je veel meer dingen gedaan krijgt. Omdat je vroeg in de flow komt. En de flow is dat je veel dingen gedaan krijgt. Je hebt wel, waar het op neerkomt, je moet eigenlijk elke dag moet je zo inplannen alsof het de laatste dag is voor je vakantie. Dus als je op vakantie gaat, dan zie je heel vaak dat je op die laatste dag gigantisch productief bent. Je tikt allemaal dingen af en je moet nog allemaal dingen afmaken. Eigenlijk moet je elke dag zo doen. Natuurlijk wel rustig en gefocust. Ik kreeg vanochtend een mooi cadeau. Dit is een kikker. En die kikker heb ik gekregen van, zie je nog? Daar, sorry. En die kikker is een groene kikker. De meeste kikkers zijn groen, dus dat is op zich non-informatie. Want ze heeft een aantal seminars bij mij gevolgd. En een van de dingen die ik altijd zeg, maar die heb ik niet van mezelf, die heb ik van Brian Tracy, is eat that frog. Dus eet zo vroeg mogelijk elke dag de kikker op. Nou, wat het verhaal daarachter is, stel je voor dat je elke dag een kikker zou moeten opeten. Dat is van een regel, anders zou je overlijden. Je moet elke dag een kikker op moeten eten. Wat ga je dan doen? Ga je die 's ochtends direct opeten? Of ga je dat uitstellen tot 's avonds, want het is gewoon vies zo'n kikker. Wat is het beste? Als je het ergste in de ochtend doet, dan heb je het ergste al gehad en dan is de rest van de dag alleen maar een stuk beter. En dat is een boekje, Eat That Frog van Brian Tracy. Dus waar het op neerkomt, hetgeen waar jij het meeste tegenop kijkt, doe dat het snelste, direct in de ochtend. Zodat je het ergste al hebt gehad en dat alleen maar beter zal worden. Vandaag nog een ander mooi cadeau gekregen. Een Boeddha beeld. Voor mij en voor Danielle. Dus bedankt en bedankt. Ik krijg steeds meer cadeaus. Laatst van Richard al een taart. Ik ga niet zeggen wat ik het leukste cadeau vond. Maar het was wel een lekkere taart.